Karen van Haast. Ik kom je tegen onderweg en het is niet dat ik niet met je wil praten, maar ik heb haast. Haast. Ik kom je tegen op straat en ik weet niet waar je route toe leidt, maar ik heb haast. Praat niet tegen mij. In de supermarkt sta ik naar de prijzen en de E-nummers, etiketten en ik zie je wel vanuit mijn ooghoek, maar ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd vandaag. Op de markt kom ik je tegen en niet om wat, maar ik heb een schema vrij strak, dus even geen tijd om met je te spreken. Je uitgebreid te spreken. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ik heb even geen tijd om bij jou stil te staan, nee. Ik moet haasten, ik moet vlug, vlug, vlug naar de volgende stop en dan weer door. En mijn planning gaat stuk wanneer ik stop en met je praat. Hé, hey, alles goed? Ja, met jou? Ja, goed hoor, lang niet gezien. Echt hè? Ja man, wat doe je tegenwoordig dan? Ja, zoveel, dit, dat, zus, zo. En jij? Ja, bla bla bla, echt te gek. Maar ja, je kan niet alles hebben hè, dus weet je wel. Nee, inderdaad, het leven hè. Tja, ja, helemaal mee eens. Maar goed, het zonnetje schijnt. Inderdaad, heerlijk. Trouwens, heb ik je al verteld dat bla bla bla... Mijn planning gaat stuk wanneer ik stop met je praat, praat, praat met het risico dat jij, ware verteller, jij, sociaal beest, lang doorgaat. En ik te beleefd niet snel genoeg zeg dat ik door moet gaan, omdat ik anders uit mijn ritme raak. En als je hebt gezien dat ik slechts deed alsof ik je niet zag, word dan niet boos op mij. Want al nam ik de tijd, met mijn hoofd was ik er toch niet bij. Vanwege mijn humeur of domweg door gebrek aan tijd. Een andere keer misschien? Hoeveel heb ik nog? Boven een minuut of onder een minuut? Oké. Okay. Kinderarmoede. Iemand zei het en toen heb ik wat geschreven. Mama, ik heb honger. Mama, ik ben moe. Mama, ga vandaag nog naar de winkel toe. Ik heb honger, ik heb dorst, maar de koelkast is leeg en ik weet dat er fietsstuk is. Maar is de winkel open? Ik wil dus lopen, als je moe bent. Mama, ik zie mensen om me heen met zoveel spullen, zoveel kleren, zoveel centen, zoveel speelgoed. Waarom hebben wij het niet en zij het wel goed? Mama, ga maar ergens naartoe. Op vakantie, zoals de kinderen uit mijn klas. Mama, mag ik voor kerst misschien die jas? En als ik geen zakgeld vraag, misschien dan ook de tas? Want ze pesten me op school. Ze zeggen dat ik schooi. Ik voel me zo anders, maar met die spullen ben ik mooi. Mama, ik hou van jou. Ik weet dat je je best doet. Ik hou van jou. We hebben niet zoveel, maar je bent er. We hebben niet zoveel spullen of centen, maar de meester zei dat je alles voor me doet. En dat je houdt van mij, dus alles komt vast goed. Nou, we gaan gewoon door wat die pink zegt. Leeftijd, beleeftijd, benut je tijd. En je leeftijd, of hoeveel tijd je volgens anderen in dit leven hebt verstreken. Leef met de tijd. De tijd die niet bestaat en gelukkig, ongelukkig, soms veel sneller, soms veel slomer lijkt te gaan. Ik draag geen horloge. Vaak zou ik dat wel willen, maar dan alleen omdat ik dan niet op mijn telefoon hoef te kijken. En geen tijd verspil met toch even online zijn. Terwijl ik eigenlijk alleen wilde weten of ik nog op tijd ergens kon zijn. Of nog even tijd had. Want het schijnt dat er tijd genoeg is. Want wat ook een ander zegt. Er is tijd genoeg voor jou, voor mij, voor iedereen. De groetjes van Diemer.